En Lukaku! Oh! Vinicius, oh mooie knal, geweldige goal! Stones kop, daar is Haaland. Voor Mbappé, eerste kans en de goal! Oh, Gnabry! De Bruyne, oh De Bruyne! Oh, goed wel met een geweldige hand! I've always dreamt of winning this competition, so now I'm gonna touch that cup. Welkom bij de Champions Club, de laatste aflevering van dit kalenderjaar. We gaan naar de laatste speeldag van de groepsfase. En we gaan vooruitblikken op de laatste wedstrijden die er nog toe doen. Dat zijn er niet zo heel erg veel, want 12 van de 16 kandidaten voor de achtste finales zijn bekend. Nog 4 plaatsen dus over. En we beschouwen voor met 2 vaste waarden in de Multilife van Pix Plus Sports. Dag Wim en dag Wesley. Dag Nico. 4 plaatsen nog te vergeven en maar liefst 10 kandidaten. Dus dat belooft spannend te worden dinsdag en woensdag. Altijd leuk dat het tot op het einde spannend is. En dat hebben wij graag, denk ik. En ook nog wat groepswinnaars aan te duiden. Dat is ook belangrijk natuurlijk, hè, met het oog op de loting voor de achtste finale. Hè. Hebben jullie erbij stilgestaan dat we deze week voorgoed afscheid nemen van de klassieke groepsfase zoals we die eigenlijk al heel lang kennen en zoals we die de afgelopen 11 seizoenen hebben meegemaakt bij Proximus en bij PixPlus? Ik heb er al bij stilgestaan. Wel bij stilgestaan, maar ik moet nog wel even goed kijken hoe het volgend jaar is. Ja, ik ook. Ja, dus ja, maar dat gaan we wel ontdekken, zeker. Ja. Hè? Het wordt een andere manier van denken. Ja, zeker. En van becijferen dan we inderdaad gewend zijn met die klassieke groepsfase. Heb ik gelezen dat het ook op donderdag Champions League is? Ja, er gaan af en toe ook wedstrijden op donderdag zijn. Dan moet ik nog eens goed dokteren hoe dat allemaal is. Oké, okay, maar dat is voor volgend seizoen. Volgend seizoen ook de Champions League weer gewoon bij Pix Plus Sports te zien. Dat is het goede nieuws. Een van jullie twee is altijd in de studio bij de Multilife. Met welke namen hebben jullie het meest geworsteld dit seizoen? Dat zijn dan vaak minder voor de hand liggende namen van kleinere clubs. De rechtsachter van Shakhtar had ik wel een probleem mee in het begin. Gololajvili, denk ik, als ik me niet vergis. Die fantastische voorzetten gaf bij het doelpunt tegen Barcelona, denk ik. Moest ik toch wel even kijken, want ik heb dat straks nog gezegd voor de uitzending. Ik ben de jongste telg of de man die het laatst is bijgekomen. Dus ik zat in het begin heel vaak in de studio met Wim. En als er zulke namen tevoorschijn kwamen, dacht ik altijd, hoe weet die mens dat allemaal, Nico? Ik keek daar enorm naar op en ik durf dat ook te zeggen. Ik heb al heel veel geleerd en gepikt ook. Van Wim en ook van Gert trouwens. En ook van andere mensen. Maar dat lijkt misschien niet altijd zo, maar nu durf ik dat toch wel eens te zeggen. Oké, maar dat is een goede vraag. Hè. Wim, hoe doe je dat dan? Ja, hij heeft me dat gezegd ook. Een keer dat de groepsfase op zijn einde loopt, is dat wel wat gemakkelijker, omdat je die groepen kent. Maar begin er maar aan, hè, met Rode Ster en met Young Boys en met Shakhtar. Ploegen die je eigenlijk of zelden bezig ziet. Ja, die je ook amper kent. Hè, maar daar gaat veel voorbereiding aan vooraf natuurlijk. En, wat mensen niet altijd beseffen, denk ik, Wim. Nee, natuurlijk niet. En dan heel alert blijven tijdens zo'n uitzending. Van alles opzoeken. Wie geeft hier nu die assist? Wie scoort hier? Wat heel belangrijk is voor mij is altijd, wie is de keeper? Wie is de kapitein? Wie is de spits? Dat zijn 3 zaken die heel veel in beeld komen. Hè. En dan, wie is het trainer, want die komt dan ook wel eens in beeld, want dat is ook niet altijd evident van al die ploegen die trainers kennen en er wordt wel eens gewisseld. En wat het natuurlijk moeilijker heeft gemaakt de laatste seizoenen, is dat er in de tweede helft 10 andere spelers op het veld staan. Ja, hè? Dat is de grootste verandering. Ja, het is wel al gebeurd, ik ga daar eerlijk in zijn. Ik gebruik fluo-kleurtjes voor alles, keepers, bepaalde kleur, trainers ook omcirkelen. En dan 6 wedstrijden tegelijk volgen in principe. Ja, dat zijn maar snel uit. Hoeveel spelers er dan in 60 nieuwe komen erbij in de tweede helft. Het kan. Het is mij al gebeurd, niemand heeft dat opgemerkt, dat ik iemand nog een assist liet geven die ondertussen al onder de douche stond. Ik ga daar ook eerlijk in zijn. Dat ik achteraf dacht van, die was al gewisseld. Ik dacht dat hij dat was. Aan de hand van zijn positie op het veld, aan de hand van manier van voorzetten. Dat gebeurt wel eens, dat we fout.
fout te maken. Ja, vroeger, was het acht, hè. Vroeger was het acht, hè, Wim? Ja, acht in het begin was het acht, nu zijn er twee wedstrijden om 6:15. Maar zes wissels maar per wedstrijd. Ja. Dus dat was minder, dat waren er nog 12 minder. En inderdaad, en dat gebeurt er mij ook wel, want we komen ook nog altijd wel eens terug op die twee wedstrijden van... Kwart voor zeven of 6:55, wat is het? Dat je dan denkt, amai, nu heb ik al die andere 6 wedstrijden gezien. Dit is al zo lang geleden. Oké, nu moeten we daar nog eens naar terug op het einde. Om daar een samenvatting van te maken. Hoe zat dat nu weer? Maar mijn papieren die liggen meestal niet te ver, moet ik zeggen. Hè? Want het is ervaring ook natuurlijk. En Wes heeft die ondertussen ook wel. Want als ik in het buitenland zit, zit ik wel te luisteren naar de multilive. Voor de wedstrijd, tijdens de rust, na de wedstrijd niet, omdat er dan meestal moet opgekraamd worden. Maar dan zie je ook wel dat er dat Wes ook al die ervaring heeft intussen. En moeten we ook wel bijzeggen, goede eindredacteurs zijn ook zeer belangrijk. Ja, dus ook een pluim voor die mensen, Bas en Gunther. Okay. Zeker. Ja. Jullie hebben jullie glazen bol bij. Laten we beginnen met groep A op dinsdag. De groep waar Bayern München al geplaatst is. Maar de andere drie die kunnen zich nog kwalificeren. Man United krijgt Bayern op bezoek en moet winnen. En tegelijkertijd moet het hopen dat de andere wedstrijd, Kopenhagen-Galatasaray, op een gelijkspel eindigt. En het is al een knotsgekke groep geweest natuurlijk, met hele vreemde uitslagen. Wesley, jij gaat met Peter van der Bent naar Manchester. Klopt. Morgen, eerst en vooral, zie jij Man United winnen? Bayern. Het zou wel kunnen, ja, dat ze gaan winnen. Gewoon om het feit dat Bayern al geplaatst is, dat is één. Maar ik denk niet dat ze gaan doorgaan, United. Gewoon om het feit dat ik denk dat, wat ik vorige keer ook al gezegd heb van Kopenhagen, het is een heel stug elftal. En ik kan me nooit inbeelden dat die wedstrijd op een gelijkspel gaat eindigen, omdat er één van de twee ploegen uiteindelijk gaat proberen winnen. Dus in dat opzicht... Tenzij Bayern op voorsprong staat. Ja, ze gaan natuurlijk kijken wat op een ander veld gebeurt. Ja, het is heel erg spannend. Hè. Maar United heeft maar één opdracht, dat is winnen. En dan zijn ze nog niet zeker. En van het weekend terug thuis verloren. Ja, dat is heel erg. Dat is heel erg. Ik versta dat elftal gewoon soms niet goed. Als ik ernaar kijk, dan denk ik ook van... Wat zie je daarin terug? Welke automatismen? Het is heel moeilijk. Ik kijk ook niet elke week. Dat moet ik ook wel eerlijk toegeven aan United. Maar het is voor mij heel, heel moeilijk om daar dingen in terug te zien waar ik van denk van... Ja, daar staat United op. Nou, vierde thuisnederlaag in de Premier League. Al die 0-3 tegen Bournemouth. Ik heb iets gelezen. Ik heb er een screenshot van gemaakt. Maar ik denk dat het ergens in de trend was van... De United heeft 34 keer verloren in totaal onder Ferguson. Okay. In zijn hele carrière. En nu hebben ze blijkbaar 34 keer thuis al verloren. Na Ferguson, in die 10 jaar. Ja, ik zou het eigenlijk moeten checken hoe dat is. Maar zo, daar kwam het ergens op neer. Dan denk ik, inderdaad, United de laatste 10 jaar is toch wel... Heel snel bergaf. Ja, en de spelers die ze halen, denk je van Bruno Fernandes vind ik daar toch wel symbolisch in. Als die kwam, die nam heel die ploeg op sleeptouw en die is gaandeweg ook meegegaan in de malaise, heb je de indruk. Hè. En vooral de doelpunten die ze tekenen. 4-3 verliezen in Kopenhagen. Oké, 4-3 kan je verliezen in Bayern München. Maar dan thuis 3 doelpunten slikken tegen Galatasaray. Ja, terwijl je 2-0 en 3-1 voorstaat. Ja. Dus dat is echt wel... Ook in Galatasaray staan ze 1-3 voor. Dan denk je van ze gaan uiteindelijk toch nog rechtzetten. Maar ik denk dat dit een ploeg is van wie veel andere ploegen ook hopen dat die doorgaan en dat je ze dan kan trekken in de achtste finale als tweede in de groep. Oké, misschien kan je van Kopenhagen hetzelfde zeggen, maar die zijn veel stugger, zoals Wesley zegt, en moeilijker te bespelen. Je hebt de indruk dat United op sommige momenten dat echt loszand is, dat geen elftal is. Even een vraagje. Voor hetzelfde geld had Harry Kane bij Man United gespeeld vandaag. We gaan even naar Champions League Magazine, waar Thomas Tuchel over Harry Kane, die uiteraard bij Bayern München speelt, het volgende vertelt. Harry hat einen tollen Start hingelegt und er wird noch besser werden, je mehr er mit uns trainiert. Wenn seine Familie erstmal hier ist, er sich heimisch fühlt, dann
werden wir sein volles Potenzial sehen. Wenn du so ein großer Spieler bist, ist alles, was du tust, hat eine Auswirkung. Alles, was du tust, wird beobachtet in der Kabine. Wie gibst du dich? Wie offen bist du? Wann gehst du auf den Platz? Wie trainierst du? Und das ist einfach vorbildlich, denn deshalb ist es einfach nur gut, dass er hier ist. Ik vertaal het even. Harry Kane heeft een geweldige start gemaakt. Het zal ook alleen maar beter worden naarmate hij langer met ons traint. En zeker als zijn familie ook naar hier zal verhuizen. En als je zo'n vitale speler bent, dan heeft alles een impact. Hoe graag je in de kleedkamer, hoe open ben je, hoe gedraag je je op het veld. Maar het is geweldig om hem hier te hebben. Hij heeft geweldige cijfers al bij Bayern München. 18 goals in 13 wedstrijden in de Bundesliga. Sneller dan de legendarische Gerd Müller ooit aan die 18 goals is geraakt. Had hij bij Man United het een en ander kunnen veranderen of maskeren? Of is een topspits niet genoeg? Ik vind jouw woordkeuze eigenlijk wel heel goed. Maskeren vooral. Ik denk dat er bij United veel andere dingen spelen. En Bayern is Bayern. En die doen altijd mee aan de top. Wat van United niet kan gezegd worden de laatste jaar. Want Romelu Lukaku heeft daar ook in de spits gestaan en die stond daar ook afgezonderd op een eiland, heel erg eenzaam. Dat zou Kane misschien ook, alhoewel hij een ander soort voetballer is. Ja, ook een halve spelverdeel. Ja, maar bij Bayern wel als diepe spits kan fungeren. Vandaar dat hij ook van die intikkers heeft die hij vroeger minder had. Want, ook al 7 assists. Hè, ja, voilà. Ja, en ik hoorde zaterdag dat hij eindelijk een villa gevonden heeft. Dus hij is weg uit de luxe suite, die heel veel geld gekost heeft blijkbaar aan Bayern. Dus nu dat hij ook gehuisvest gaat worden en zijn familie kan komen, ja, dan zal hij zich nog meer thuis voelen. Maar daar, die gaat er wel goed mee om. Als je wat mensen niet begrijpen, dat soort dingen dat wel speelt. We zijn ooit naar Jan Vertonghen geweest in Benfica. Ja. En die vertellen eigenlijk net hetzelfde. Mensen zijn daar niet mee bezig. Maar als je op een hotel zit en je familie is niet aanwezig, dat is allemaal... Maar Harry Kane heeft daar blijkbaar geen last van, eerlijk gezegd. Ja, maar het zal nog beter worden als zijn familie is, volgens Thomas Tuchel. In principe zou dat moeten zijn, Nico, maar... Dat weet je niet, maar goed, die jongen is gewoon super. Hè. Zaterdag deelde hij wel in de Maleisië. Ja, voilà. Dat wou ik net zeggen. Ja, 5-1 verliezen bij Frankfurt. Ja. Je weet hoe dat gaat bij Bayern München. Dan moet er een reactie komen. Ja. Tuchel die ook toegaf, ja, de bereidheid, de energie, die waren er niet echt. Ze zijn echt afgeslacht geweest. Dat was nauwelijks een reactie. Maar ik heb de en ze hebben die geweldige reeks. 39 groepswedstrijden ongeslagen in de Champions League sinds 2017. Ja. Ja, die gaan toch ook een steek met ja, die gaan. Maar ik heb ook de cijfers die van die wedstrijd. Dat viel eigenlijk wel. De uitslag was toch wel redelijk flagrant, vond ik op dat gebied. Maar ik zou denken, als je op dat niveau aan de top speelt, dat je inderdaad de volgende wedstrijd, en ook als Bayern zijnde, niet kan zeggen: oh, weet je. Laat het gaan. Ja, dat is het nadeel van United natuurlijk. Ja. Hè. En ik denk Tuchel gaat misschien dezelfde mensen een soort revanche laten nemen of geven. Hè. Terwijl hij op anders, tot feit dat ze ook al 0-0 thuis gespeeld hebben tegen Kopenhagen. Ja. Dat was ook weer... Okay. Voor het eerst in slang dat ze geen thuiswedstrijd niet winnen in die groep. Wat iets zegt over de goede organisatie van Kopenhagen natuurlijk. Hè. Maar dan kan je ook niet meer dat maximum hebben. Hè. Terwijl dat maximum hebben ze nog wel heel erg graag. Hè. Ja. Dat kan toch wel in het nadeel spelen van United. En ik moet wel zeggen, ik heb de wedstrijd gezien. Inderdaad, elke keer als Frankfurt kwam piepen met een gelukje of zo, werd er toch een doelpunt gemaakt. En aan de overkant lukte het niet. En dan neem je wat risico's naar het einde toe, heel erg veel, en word je afgestraft. Maar dat hebben ze wel niet graag natuurlijk, 5-1. Maar je kan beter ineens één keer zo'n off-day hebben, toch qua resultaat, dan het verdelen. Hè. Het was een eerste nederlaag in de Bundesliga. Ja, voilà, Nog één ding over Man United. Jij bent een doelman geweest. Je hebt altijd uitgesproken meningen over doelmannen, zeker meevoetballende doelmannen. Ik zit hier met twee doelmannen in de studio. Altijd gevaarlijk. Zwijgen, Wesley, zwijgen. Nee, maar soms is het interessant om de mening te horen van iemand die tegen een doelman gestaan heeft en gespeeld heeft. Ja. En dat ook wel goed bekijkt. Want wij hebben ook wel een mening over spitsen. Oké, de mening over Hervé Onana. Brokkenpiloot, ermee voor gezorgd dat United zich in deze Champions League campagne tot nog toe heel vaak in de voet heeft geschoten. Ze hebben 7 punten verloren nadat ze op voorsprong stonden. En ik heb de indruk dat Onana regelmatig dezelfde soort fouten maakt. En op vrij maken. Trappen bijvoorbeeld. Ja, maar nee, op van alles en nog wat. Ja, het is, Hoe komt het dat iemand die bij Ajax... Het is niet meer de Onana van Ajax. Was, dat die ook bij Inter
finale gespeeld is vorig jaar. Dat hij nu ineens een ander doelman is. Is dat delen in de malaise die er heerst op Old Trafford? Maar ik heb een wedstrijd gezien in Inter, waar hij in de clinch ging met de diepe spits. Lautaro Martinez? Nee, met... Zeko toen. Zeko, ja. Ik was al even de naam vergeten. Ja. Zo gaat het ook als je veel wedstrijden hebt. Met Zeko. En dat ging over het risico nemen in het uitvoetballen of in situaties. Want je hoort heel veel, ik heb ook Ten Hag gelezen, wat hij daarover zei. Zei van, maar hij lost heel veel situaties op door proactief te zijn. Ben ik het absoluut mee akkoord. Maar het weegt niet op tegen de fouten dat hij maakt. Dus het proactief zijn is goed, maar in welke mate moet je dat zijn? En dat is dan een vraag voor een doelman. Ja, maar die keuze kan je als doelman alleen maar zelf maken. Hè? Niemand kan u zeggen nu of nu niet of nu wel. Dus, maar hij neemt enorm veel risico's. Hè? Wat al veel afgestraft is geweest. Hij staat dan ook achter een defensie die niet echt geweldig is. Hè? Van de week stond naast Maguire Shaw zelfs centraal achterin. Lisandro Martinez heeft daar ook nog gestaan. Dat zijn al geen grote. Hij werd ook afgestraft bij die tweede goal. Dat was een kopbalgoal. Ja. Daar kon hij niet op komen. Maar toch, als je daar dan toch wel iemand hebt die die bal wegkopt, dan geeft dat ook wel meer. En hij denkt dan wel, ik moet gaan oplossen. Hij denkt veel dat hij het moet gaan oplossen voor die wankelende defensie. Maar het heeft net het omgekeerde resultaat. Hè? Dat ze van elkaar niet meer zeker zijn en dat ze op den duur... maar ja, het is de dag van vandaag soms wel overdreven, de manier van uitvoetballen. Je mag wel eens een bal wegtrappen, maar dan moet je ook op de goede manier en op je eigen beslissing gaan doen als je voelt van hier wordt te veel risico genomen. En daar heeft hij nog... Ja, dat was zo sterk bij Ajax, dat Ten Hag hem per se wou, nu ook bij United. Hè? En dat blijkt nu opeens een zwak punt te zijn. Ja, bij Ajax was dat wel het geval dat hij veel minder werk had dan nu bij United. Ja, maar soms was hij toch wel in zijn balstopping geweldig en ongelooflijke reflexen en zo. Dat zie je hem ook nu minder doen. Het is iemand die na zijn... Niveau ook, hè? Na zijn ja, voilà. Maar na de... Die schorsing. Na die schorsing en die zogezegde doping, is toch niet meer dezelfde keeper. Ja. Oké. Okay. Kopenhagen Galatasaray, daar gaan we het toch nog even over hebben. Als er een winnaar is in die wedstrijd, dan gaat hij sowieso naar de achtste finale. Op dit moment is Kopenhagen nummer 2, dankzij een beter doelsaldo. Galatasaray kan misschien wel genoeg hebben aan gelijkspel om erover te gaan. Hè. Als ze beter doen dan de 2-2 in de heenwedstrijd, als het 3-3 wordt, dan springt Galatasaray over Kopenhagen. Het is sowieso een knotsgekke groep. Even aanhalen, Galatasaray in de heenwedstrijd 0-2 achter thuis tegen Kopenhagen en ze maken het in de laatste 5 minuten nog goed, 2-2. Galatasaray, het omgekeerde parcours eigenlijk van Man United. 5 punten, alle 5 zijn punten gehaald nadat ze terugkwamen na een achterstand. Dat zegt wel iets over een ploeg, denk ik. Ja, want in de play-offs waren ze... Tegen Molde. Waren ze heel erg slecht. Ja, en heel zei slecht. Iedereen van, dit is geen ploeg. En dat was ook geen ploeg, dat was terecht. Maar ja, het is een ploeg met twee gezichten. En opeens zie je daar dan toch kwaliteit in. Heel veel kwaliteit. En Icardi blijft Icardi. Hè? Op handen gedragen, Ginder. Het is een soort halfgod. Maar hij doet het ook wel. Hè? Die 2-3 op United was fenomenaal. Oké, er was weer een fout bij van Onana. En de winnaar, ik heb toch het gevoel dat zij gaan doorgaan. Want dat ze gaan winnen in Kopenhagen. Hoe moeilijk het ook wordt. Ik heb dat gevoel. Ik heb dat gevoel. Door het feit dat Kopenhagen inderdaad zo moeilijk te manoeuvreren is. Ja. Ja, en ook het feit dat ze er nu sowieso al boven staan. Dus hebben ze misschien wel met een gelijkspel genoeg. Denk ik dan, Kopenhagen. Maar in die wedstrijd, volgens mij gaat er een winnaar zijn. Ik denk dat allebei die ploegen ervan uitgaan, United kan en zal misschien ook winnen. Dat zal waarschijnlijk wel contact zijn met de bank, hoe dat het verloop is van die wedstrijd. Maar een van die twee ploegen gaat denken, dit is de kans om door te gaan, wij willen winnen. Het zijn twee ploegen die niet vaak... Die knock-out fase. Dat bedoel ik net, bij Galatasaray is het geleden van 2013, dus dat is 10 jaar geleden. Bij Kopenhagen zelfs van 2010 geleden dat ze nog eens de achtste finale zijn. Ja, voor dit soort ploegen, en zeker voor Kopenhagen bijvoorbeeld, is dat een uitgelezen kans. Maar ook Galatasaray zal dat niet willen laten liggen. Hè. Dus en zij kunnen zeker inderdaad, als ze op achterstand komen... Dat laatste kwartier. Of niks. Dat gebeurt. Maar dat kan sowieso bij een gelijkspel, kan op het einde van de wedstrijd dat ook nog gebeuren.
bij beide ploegen, als ze horen dat bijvoorbeeld United aan het winnen is, dan gaat er sowieso chaos ontstaan en er komt ruimte. En dan... Maar ook Kopenhagen heeft dat gecreëerd tegen United op het einde. Hè? Ze stonden ook achter. Ja. En ze zijn daar, het was een 17-jarige die uiteindelijk... Rooney. Rooney. Ja, Rooney met de voornaam zeker. Bardi. Ja. Ja, maar het deed wel. En dan zag je ook weer de verbijstering bij United van kunnen wij dat echt niet meester op deze manier, terwijl ze daar vroeger zo sterk in waren, maar als die onder druk gezet worden en evengoed. Maar goed, als je chaos kan creëren, is dat een geweldig pluspunt. En beide ploegen kunnen dat. Dus als het echt nodig is, ja, dat zal een match zijn waar we heel veel naartoe gaan gaan, denk ik, de laatste kwartier, 20 minuten. Dat zal echt wel... Dat wordt een geweldige afloop. Misschien zoiets lijkt de Belgische competitie vorig jaar, maar niet dat zoveel het invloed zou, heeft. Het zou heel snel en heel vaak kunnen keren. Dat zal leuk zijn om te volgen. Maar Bayern heeft daar natuurlijk ook wel een stem in. Hè? En daarvoor, denk ik, blijft het niet goed voor United dat ze 5-1 op een doos kregen in Frankfurt. Ja, oké. Ook op dinsdag, misschien toch nog even vermelden, Napoli tegen Braga. Een rechtstreeks duel om de tweede plaats. In de groep van Real Madrid, dat al door is. Napoli heeft genoeg aan een punt. En Braga moet winnen met een beter resultaat dan in de heenwedstrijd. Napoli won met 1-2, late goal in de 88e minuut. Zien jullie Napoli nog in de problemen komen? Het zou niet nieuw zijn ik als zou je zeggen, kijkt naar hun resultaten ik zou van zeggen afgelopen nee. week. Ik zou zeggen nee. Maar Napoli is niet het Napoli van vorig jaar. 3-12 in de Serie A. Ja. Dus die trainerswissel, Walter Mazzari. Nee. Opgelegd. Ja, maar het is dat wat ik bedoel. Hè. Normaal gezien, Napoli op zijn sterkst zou wel moeten kunnen winnen van Braga en zich kwalificeren, ook met een gelijk spel. Maar je haalt het net aan, Nico. Een beetje onvoorspelbare elftal geworden dit jaar. Ja, minder leuk ook om naar te kijken. Ik zag ze op Real live nu de laatste keer. Nog wel een aantal patronen die je herkent, maar veel minder frequent. Hè, terwijl ze vroeger iedereen overvleugelden, vorig seizoen. Hè. Dat was uitzonderlijk waarschijnlijk. Ja, kwamen ze veel te kort tegen Real. Ze hebben er nog wel lang meegedaan, maar uiteindelijk... Braga, het zal ook te zien zijn wat zij nog kunnen. Eigenlijk mag Napoli dit niet laten liggen. Maar ze zijn, in tegenstelling tot vorig seizoen, geen kandidaat om dan verder door te gaan. Dat is duidelijk, want vorig jaar hebben we ze lang als outsider beschouwd om toch te winnen. En het was tegen AC Milan dat ze uiteindelijk verloren. Maar dat ze even goed kunnen doorgaan naar de halve finale. Zou zelfs verdiend geweest zijn, maar dit jaar zit dat er niet in. Oké, goed. Dan gaan we naar woensdag en dan kijken we vooral naar groep F. Dortmund tegen Paris Saint-Germain en Milan tegen Newcastle. Dortmund is al geplaatst en krijgt het bezoek dus van de Parijzenaars. PSG heeft zijn lot in eigen handen dankzij die penalty op de vorige speeldag. Winst is altijd goed voor de kwalificatie. En de heenwedstrijd eindigde op 2-0 voor Paris Saint-Germain. De enige nederlaag van Dortmund. We hebben Thomas Meunier gehad. Op de vorige speeldag was hij te gast bij onze Franstalige collega's. En deze week hebben we een reportage met Meunier. En over die wedstrijd tegen Paris Saint-Germain met zijn Dortmund zegt Meunier het volgende. On va jouer ici le jeu à fond pour gagner à domicile lors de notre dernier match et finir premier de groupe. Voilà, on verra si le PSG parvient à inverser un peu la tendance. Le PSG que je connaissais bien du moins, parce qu'il y a eu énormément de changements, et ici c'est une toute nouvelle équipe, il reste quelques rescapés de mon époque. Mais pour le reste, ça reste très qualitatif. On a vu beaucoup d'investissements, etc., surtout offensivement, notamment avec Dembélé et Kolo Muani. Mais pour le reste, c'est pas une équipe imbattable. We gaan vol voor de winst en voor de groepszegen. En we zullen wel zien of Paris Saint-Germain voor een ommekeer kan zorgen. Hij geeft ook toe dat het een heel ander team is dan hetgeen dat hij nog heeft gekend. Weinig overblijvers van zijn periode. Veel investeringen, vooral offensief natuurlijk. Maar ze zijn niet onklopbaar, Paris Saint-Germain. En de vraag is, wil Dortmund nog voluit gaan? Zou dat dan nog iets leven na die 2-0 in Parijs op de eerste speeldag? PSG moet het doen, hè. Daar komt het eigenlijk op neer. Zij moeten winnen, hè, want met een gelijkspel zijn ze niet zeker. Ze verloren hun twee uitwedstrijden in deze groepsfase. Ik moet ook toegeven dat het eigenlijk wel
twee keer echt verdiend was als ze daar... In Newcastle en in AC Milan, ja, verloren. Dat was twee keer dat het niet op aankwam, bij wijze van spreken. Ook twee keer dat Mbappé wat minder was, want in de thuiswedstrijden was hij wel goed. Nu, de laatste wedstrijd tegen Newcastle was hij toch ook wel een van de betere. Maar hadden ze wel die penalty nodig om dat gelijkspel. Dus ik denk dat we daar woensdag heel fel gaan naar uitkijken, naar die groep. En ik zou het niet erg vinden als PSG eruit gaat. Maar dat heeft te maken met ook de reactie die Mbappé had, bijvoorbeeld. Wat Gert ook toen zei. Gert zei dat de manier waarop dat Mbappé antwoordde van een beetje hautain. Ja, dan dacht ik van ja, ik had maar beter moeten presteren in principe buitenshuis. Mm-hmm. Maar ik denk dat ze serieus klopje gehad hebben in Newcastle toch. Ja, die 4-1. Ja. Die 4-1, dat is... Hadden ze niet verwacht volgens mij. Nee. En ja, een schitterende overwinning van Newcastle. Hè. En ik was op PSG Newcastle. Oké, eerste helft was Newcastle heel erg goed. PSG matig. Oké, ze kregen wel hun kansen. Tweede helft door het feit dat Newcastle niet meer kon wisselen. Of niet kon wisselen, omdat er alleen maar juniors op de bank zaten. Mm-hmm. Er speelden ook een 17-jarige mee op middenveld, Miley. Dus heeft Eddie Howe zijn 11... heel de wedstrijd laten staan en konden het echt niet meer belopen, omdat ze de eerste helft ook geen rekening hielden met het feit van oké, we moeten die 90 minuten volhouden. Dat deden ze niet. Dus iedereen zat stik kapot. Ze kwamen niet meer uit hun baklijn, hè, het laatste half uur. Maar verwacht je dat Paris Saint-Germain... Nee, dat kan Dortmund. Dortmund wil wel ook nog groepswinnaar worden, denk ik dan. Die zijn natuurlijk ook iets minder bezig in de competitie, Dortmund, afgelopen weekend... Na 10 minuten met 10 man. Ja, maar toch ook een les gekregen weer als ze met ruimte in de rug spelen. Ja, je moet rekenen, dat was tegen Openda. Als je Openda laat lopen, dan zie je alleen... Met een man minder natuurlijk. Ja, maar Openda uiteindelijk die het verschil maakte. Maar dat gaat met Mbappé een beetje hetzelfde zijn. Dat is ook zo iemand die wat blijft hangen. Ik vond dat ook al het geval. Ik denk de 1-0 was ook zo in PSG Dortmund. Met het feit, daar was ik aanwezig met het feit dat het man tegen man was tegen Mbappé. Ja, dan denk ik, sorry, maar dan roep je de problemen eigenlijk over je af. Waarom? Omdat je dat weet, als je ruimte laat aan Mbappé, dat hij je voorbij gaat lopen. Als mij wat pijn, dan is hetzelfde. Je mag niet achterkomen tegen PSG. Ja, want dan moet je komen en dan is er... Maar als je dicht bij je doel verdedigt, ik heb nu weer die match gezien... Het voetbal van Luis Enrique, dat is zo'n beetje het voetbal van de nationale ploeg van Spanje onder hem. Ja, dat schaken en nog eens nooit zomaar een voorzet geven. Op het goed komt het uit, we zullen wel zien. Nee, blijven naar die opening zoeken. Maar die kwam het niet. Hè. Eén of twee keer, oké. Poop keepte dan een geweldige wedstrijd. Maar het is en ja, Mbappé, diepe spits, hè. Hij speelde nu ook weer tegen Nantes met Barcola op de linkse kant. En Mbappé diep in de spits. En dat doet hij eigenlijk niet graag. En dat zie je eigenlijk wel. Ik wil zo graag van die linkerkant komen. Maar Luis Enrique heeft hem toch zo ver gekregen. Omdat Colomouani het niet echt helemaal doet. Barcola is wel geen slechte. Nee. Die kreeg 4 kansen tegen Newcastle als hij inviel. Oké, hij verprutste die, werd er achteraf dan gezegd. 3 had hij er kunnen maken, inderdaad. Hij is er wel. Hè? Dus vandaar dat hij nu ook die kansen krijgt. En ja, al het geld voor Colomouani, daar zitten nu wat vraagtekens bij. Is dat niet net iets te veel? Dembélé, oké, goed, maar ook zeer weinig. Goal, hè? Zeer weinig cijfers. En wij hadden allemaal gedacht, oké, als Neymar en Messi weg zijn, ja, dan gaat dat echt een ploeg zijn. En gaan die middenvelders ontlast worden en gaan die spitsen mee verdedigen, zoals het hoort tegenwoordig om top te zijn. Ze hebben er nog altijd te veel, hè? Ja, vooral. En ze zitten allemaal met vraagtekens. Je voelt dat wel. Ja, maar en ook, snap ik wel wat jij ook zegt. En Gonzalo Ramos, die komt ook niet meer goed, aan bod. Dat vond ik ook niet dat een transfer was voor... Dat is te voetballen te weinig, vind ik, voor dat niveau. Maar misschien is wat jij ook zegt, Wim, de beste oplossing, hè? Is Mbappé gewoon de spits zetten. Ook al doet hij het niet graag. Nee, hij doet niet graag. Maar dan heb je nog altijd 10 mensen, of 9 in principe, die nog altijd voor het elftal werken. En is hij een beetje ontlast van zijn taken. Want hij kan wel met een flits. En dat zagen we ook tegen Newcastle. Waar hij dan ook liep, Nico. Ja. Links of rechts, met zijn versnelling, met zijn doeltreffendheid. Hij kan gewoon het verschil maken. Punt. Wat die anderen misschien net iets minder kunnen. En Barcola... Ik heb hem altijd zien invallen. Hij heeft ook gescoord, denk ik, dit weekend. Ja.
Dat is een jongen, zet die op links en je krijgt daar mooie heel goal, veel van. Mooie goal, snelheid, 1 tegen 1 actie. Als de ruimte beperkt is, daar kan je wel mee. Maar goed, dan moet Mbappé... Ook 45 miljoen voor betaald. Ja, ja, niet vergeten. Ja. Hè, als... prikje, ja. Ja, maar... alles bij elkaar. Marcinha floot een geweldige wedstrijd op... maar had nooit mogen penalty fluiten. En had dan nooit mogen penalty fluiten. Maar er waren al twee fases geweest waarbij dat stadion gek werd. En als hij dan naar... de zijkant wordt geroepen en hij denkt dan van ik geef hier ook geen. Ja, dan gingen ze hem echt wel lynchen. Ja. Dat was een menselijke beslissing van Marcinha, die ook de WK-finale had gefloten. Voor lijfsbehoud. Ja, dat was voor lijfsbehoud. En, maar het was geen penalty, maar het maakt wel dat ze nu nog kans hebben. Tuurlijk. Ja. Even een parenthese, we hebben het over Thomas Meunier gehad. Die mocht eigenlijk nog eens starten in de Bundesliga voor het eerst in 14 maanden. Die kan ook gewoon aan de aftrap komen tegen Paris Saint-Germain. Hè? Want de twee mannen op rechtsachter, die hoger in de piekorde staan, die zijn geblesseerd. Ja, die ja het is al uit noodzaak dan, zei Nico, ja. Want als je zo lang uit bent geweest, nooit een goed idee. Hij is ook redelijk blessure voor de laatste periode. En dan zou het wel kunnen dat hij tegen Mbappé komt. Als hij toch op links staat. Als hij dan toch voor Kolo Muani, die uiteindelijk de winning goal maakte tegen Nantes, en Dembélé kiest, dan zou het gerust kunnen dat hij tegen Mbappé, en met weinig wedstrijdritme, is dat natuurlijk niet iets dat je graag doet, neem ik aan. Hij heeft daar al wel genoeg tegen gespeeld, daar niet van, en het altijd wel goed opgelost. Maar ik denk dat dat geen cadeau zou zijn voor hem. Ja, oké. Okay. Moeten we hier ook even praten over een doelman? Donnarumma van Paris Saint-Germain? Ja, tuurlijk. Wat is daarmee aan de hand? Ja, ik heb dat nooit een goede keeper gevonden, by the way. Ik weet niet... Maar die heeft een geweldig EK gespeeld met Italië. En daar is zijn roem gemaakt. Hij was al 17-jarige in Italië, hot. Ja. Maar door het feit dat die Europees in de Champions League minder aan bod kwamen, zagen we die niet zoveel. En dan opeens op dat EK veel geld voor gegeven. Maar hij kost punten. Hè. Hij kost punten, maakt fouten. En hoe meer dat je er maakt en hoe meer aandacht dat daaraan gegeven wordt, dan mag je nog zo groot en zo sterk zijn en zo'n sterke kop hebt. Dat neem je natuurlijk mee. Hè. Dus hij stond er niet van de week. En de ander deed het goed. Hè. Maar het is een goede keeper. Maar laat ons eerlijk wezen... Met zijn voeten ook niet goed. Nee. Dat is zeker een probleem. Ja. Dat is zeker een probleem. Maar dan kunnen we toch niet anders dan zeggen... Oké, hij is nu geblesseerd. Maar dat Thibaut Courtois daar toch echt... Ver boven steekt. Maar ver boven al de rest uitsteekt. Over al de doelmannen die we nu al gepraat hebben. Ja, maar zeg, Emiliano Martinez, die is... uitgeroepen hebben tot beste keeper. Ja, die doet het wel goed. Die ontpopt zich wel tot echt een hele goede keeper opeens. Hè? Absoluut. Terwijl die voor Arsenal te weinig was. Mm-hmm. Met Aston Villa gewoon heeft van Arsenal. Niet heel veel werk heeft gehad, maar wat hij moest doen, geweldig deed. Hè. Absoluut. Maar we wijken af. Newcastle-Milan. Donnarumma. Ja. Nee, daar zijn we al voorbij. Ja. Newcastle-Milan. Alleen belangrijk als Paris Saint-Germain niet wint. Newcastle is beter dan Paris Saint-Germain in de onderlinge duels. Dus als Paris Saint-Germain niet wint en Newcastle wel, dan zijn de Magpies door. Ja, Milan... kan alleen door als Paris Saint-Germain verliest. Gaan die een probleem vormen voor Newcastle? Ze hebben nog maar 3 goals gemaakt in deze campagne, hè, Milan. Ja, klopt. Ik veronderstel, als het daar een heksenketel kan zijn in Newcastle, zoals tegen PSG, dan zie ik het niet zo goed in voor Milan. Maar langs de andere kant, Milan is een heel moeilijk te manoeuvreren elftal ook. Ze hebben dan wel verloren van het weekend, maar dat blijft een vreemde ploeg. Ik blijf dat een vreemde ploeg vinden. Van Atalanta en Charlotte. Ja, maar hoe meer dat je het Italiaans voetbal weer... als je ziet, heb ik weer het gevoel... ze gaan weer een beetje meer oldschool. Weinig binnen. Weinig goals tegen. Ze staan nog altijd derde, hè, Milan. Ja, het is een hele moeilijke... Maar het zou leuker zijn, denk ik, voor het voetbal in zijn geheel... dat een ploeg als Newcastle doorgaat... en die op volle sterkte en dat publiek... en dat gaan ze nodig hebben. Ja, dat gaan ze moet nodig eerlijk hebben. Toegeven... Het is een andere ploeg buiten huis en thuis. Hè. En Milan thuis, de sfeer, wauw. Hè. Wauw. Het beste wat ik al gezien heb in de Champions League laatste jaar in Milan. Maar we zijn niet in Newcastle geweest tegen PSG. Dat moet ook een geweldige sfeer geweest zijn. Peter en Gert moeten dat maar eens vertellen. Ze hebben dit seizoen 2 keer verloren in St. James' Park tegen Dortmund in de Champions League. En tegen Liverpool en tegen Dortmund
totaal onverdiend, als je dat dan kan zeggen. Want die laatste minuten, op de lat, op de paal. Ja. Kobel, de keeper die van alles pakte, op de lijn gered. Ja, Dortmund werd overspeeld. Hè. Dat laatste kwartier, want ik zat in de studio. Ja, dat was een half mirakel dat Newcastle daar niet won. Oké, dat ze dan een punt halen in Paris Saint-Germain was ook een half mirakel. Ik zag ze gisteren wel. Ik moet zeggen, ze gaan beter moeten zijn dan gisteren. Want ze werden door Tottenham naar Ruis gevoerd. Ja, buiten Tottenham, is het minder. Hè. Tottenham uit nederlaag op Parijs. Ook bij Everton verloren. Ja. Ja. En Tottenham was imposant. Het waren, die waren maar zijn die blessures al wat geminderd? Ja, Longstaff en Callum Wilson kwamen in. Ja. Dus hij kan wel een wisseltje gaan doen. Hè, door jongens die normaal gezien ook wel zouden kunnen meespelen. Dus hij recupereert er wel een stuk of drie. Maar dat zal nodig zijn. Dat zal nodig zijn. Maar ja, twee gezichten. Hè. En die 12e man is... beseft maar al te goed welke impact ze hebben. Mm-hmm. Dus ja, die gaan er vol voor gaan. Daar moet je niet aan twijfelen. Ook een heel spannende groep. Hè. Wel mooi, mooi. Jij zit woensdag op de Bosuil voor de laatste poging van Antwerpen om punten te pakken in deze Champions League campagne tegen Barcelona. Ja, ze hebben gezien gisteren. Ze zullen gekeken hebben hoe dat ze het moeten doen. Zo goed spelen zoals Girona. De nederlaag van Barcelona thuis. Nu thuis in het Olympisch Stadion tegen Girona. Zie je Antwerpen iets halen? Want ze willen zo graag die nul weg. Barcelona heeft genoeg aan een puntje om absoluut zeker te zijn van een groepswinst. Een gelijkspelletje, ideaal voor beide. Het zou geweldig zijn voor Antwerpen, maar het lijkt onmogelijk. Maar je weet het nooit natuurlijk. Hè. Van Bommel blijft wel heel optimistisch. Hè? Ja, dat is wel mooi. Je kan ook niet anders als trainer. Je kan niet zeggen... Je spreekt zelfs van drie punten. Hè? Je kunt moeilijk zeggen, we hebben geen kans. In principe zal dat wel misschien in zijn hoofd zitten dat het moeilijk zal worden. Maar Barça blijft Barça. Ze hebben kwaliteit genoeg. Ik heb gisteren, wij zaten in Charleroi, naar huis gereden, nog tweede helft kunnen zien. Ja, wat ik gezien heb van Girona. Ja. Voetballes? Voetballes niet. Nee. Maar er zitten wel spelers bij. Nico, waar ik van denk, wow. Wauw. Ondergewaardeerd. Ja, maar dat is lekker Union bij ons. Hè? Ja. Ja, hè? Zo van, oké, Girona. Maar ja, dat zal wel niet blijven duren. Hè? Maar als je ze gisteren zag voetballen op Barcelona, blijft dat wel een heel seizoen duren. En zal Real, Barcelona en Atletico, dat ook goed doet dit seizoen, er een kluif aan hebben. Die sfeer in die ploeg. Hè? Want Daley Blind was aan de rust in een reportage die zegt, de kleedkamer maakt het verschil, zegt hij. Hè? Tactisch ook, we weten hoe we offensief, defensief, wat de trainer wil. Dat is allemaal heel erg duidelijk. Maar die mentaliteit in de kleedkamer maakt echt het verschil. En dat is heel erg belangrijk. Hè? Ja. Ik kan me voorstellen bij PSG, die onderlinge concurrentie om daar van voor mee te spelen, dat niet speelt. Hè? Want hun kapitein is 37, Stuani. Die brachten ze in gisteren, de Uruguayaan. Maar die was maar invaller gisteren. Maar die scoorde wel de vierde. Ja, tuurlijk. Ja, die was blij. En die was heel blij. Ja, maar tuurlijk. Het zal leuk zijn voor Antwerp gewoon om die nul weg te vegen. Dat zijn de enige ploeg ook die geen punten heeft gehaald. Dus dat zal werk zijn ook voor hun, maar ook voor je Belgische ploegen weer. Ja. Hè? Dat is... Ja, de vraag is natuurlijk, João Felix, Lewandowski en Rafinha zaten gisteren niet in de wedstrijd. Die werden er compleet uitgehaald. Hè? Er werd hoge druk gezet bij momenten. Die blok was perfect. Lewandowski miste de 3-3 eigenlijk. Onvoorstelbaar. Hè? Hij komt altijd binnen. De wagen gezien, Lewandowski die kopt eigenlijk die bal met zijn schouder. Ja. Dat is eigenlijk heel vreemd. Heel vrij, wat dat hij normaal Want die scoort toch vrij makkelijk nog altijd. Maar de laatste maanden zie ik hem toch wel dingen missen waar ik van denk van... Oh, dat zag ik niet of niet zo vaak bij Lewandowski. Maar ik denk wel voor die spelers van Antwerpen. Het is wel leuk dat de coach zo positief blijft. Maar je moet het wel gaan doen op het plein. Als je dan op dat plein komt en weet wat er al gebeurd is. Ik denk dan ook aan het feit dat ik ooit zelf tegen Real Madrid heb gespeeld. 1-1 thuis. Ook een van de laatste wedstrijden. Zij moesten ook al niet meer winnen. Die spelen net iets minder. Maar vergis u niet, het moment dat zij versnellen... Dan zeg jij piketje, hè? Dan zeg jij kegeltje. Hè? Denk daaraan, hè? Want je denkt wel, we kunnen meedoen. Je hebt het gevoel van, als zij de bal hebben en ze versnellen, dan denk ik... Het is toch een ander soort voetbal, de Champions League. Ja. Buiten de Belgische competitie, waarin ze aan het groeien zijn. En ze hebben een aantal jongens
ontdekt, ook wel door die Champions League in UK. En George, Eline Kena. En ook Lammers heeft het goed gedaan. Allee, er zijn toch wel een aantal positieve punten. Ja. En ook als ze een keer omschakelen van het systeem, hè, naar 3-5-2, wat hun eigenlijk heel goed past, omdat niet altijd iedereen naar Vincent Janssen aan het kijken. Vond ik eigenlijk... Tegen Charleroi, voor de beker heeft hij dat gedaan. Heel goede ingreep. Ja, en je durft, maar ja, als jij wint, dan kan je dat zeggen van het is goed geweest. Hè. Maar Girona deed het ook in een 3-5-2. Of je het dan durft tegen Barça, die met buitenspelers speelt, dat is iets anders, want dan moet je beginnen nadenken en moet je eigenlijk die automatismen al... Ja, die bal ga je toch niet te veel hebben, hè, Wim? Nee, dat kan misschien beter zo. Ja, het zou wel kunnen. We gaan het zien. Het zou wel kunnen. Ja. Laatste week van de klassieke groepsfase. Gaan jullie een traantje wegpinken? Of denken jullie zoals elk jaar, ach, de echte Champions League die begint toch pas in februari? We hebben al leuke wedstrijden gezien, maar ik blijf erbij. Na nieuwjaar zouden we terug eens moeten herkunnen pronosticeren. Ja. Want dan weet je ongeveer, nu na de groepsfase, weet je de waarde van de elftal. Ja. Okay. Ja, maar ik heb toch 4-1, Newcastle PSG en dan Shakhtar Barça 1-0. Dat waren toch speciale wedstrijden waar die je andere jaren niet had. Het was soms heel erg voorspelbaar. Het feit dat Barça nu nog wel iets moet doen om groepswinnaar te zijn, in die groep, in deze groep hier, maakt toch wel dat... Ik vond het een heel interessante poolfase, eerlijk gezegd. Ja, en je weet nooit of Shakhtar Porto nog verrast en alsnog over Porto naar de tweede plaats brengt in die groep van Barcelona en Antwerpen. Goed. Volgende afspraak voor de Champions Club is over 2 maanden, op 12 februari. En dan blikken we vooruit naar die achtste finales. En die achtste finales die kennen we dan weer maandag. Want dan is er de loting maandag 18 december. Wim, Wesley, onze tijd is op. Bedankt. Ja, jammer. Graag gedaan. Plezier deze week. Ja, graag gedaan, u bedankt voor het kijken en of luisteren. En graag tot snel. Dag.